En 300 en nog een paar honderd erbij. Ja. We zijn tot de 500. Ja. Ja, ze zijn nog jong, maar toch 515 treden moesten de meisjes van K3 in Antwerpen nemen voor een wel heel bijzonder concert. Vanavond traden ze namelijk op samen met de bijaard van de Ons Lieve Vrouw Kathedraal. Het concert horen kon in de hele binnenstad, maar wie Marten, Hanne en Klaasje wilde zien, die moest naar het grote scherm voor het stadhuis komen. Tele-Romeo, zoals u het nog nooit gehoord hebt. Op de begane grond zit het publiek te luisteren. Hoog in de kathedraaltoren zit K3 met bijaardier Lisbeth. Geen simpele opgave. Het moeilijke is dat een bijaard klinkt heel anders dan wat wij gewoon zijn van instrumenten. En dat is eventjes aanpassen. Het is ook een beetje... Het klinkt soms een beetje vals, maar dat is het niet. Dus ik ben benieuwd wat de mensen ervan gaan vinden. Maar ik vind het spijtig dat we ze niet echt kunnen zien. Allee, we kunnen ze wel zien, maar ik zou wel willen dat ze hier op een podium zouden kunnen staan. Alle kleuren, oja lele, 10.000 luchtballonnen, een heel deel van het bekende repertoire passeert de revue. Ik weet wel dat ze zo de toonaarden soms moeten aanpassen omdat sommige noten niet kunnen gespeeld worden. Maar de liedjes dat we doen, dat gaat perfect. Ja. Op zich is het eigenlijk niet moeilijk, omdat de liedjes heel harmonieus en muzikaal zijn. Dus het is heel makkelijk om daar akkoorden op te spelen, heel herkenbaar. En met hen ging eigenlijk heel goed. We hadden 3 repetities gepland en op 1 was het eigenlijk in orde. En een bijaardconcert met K3 lokt niet alleen kinderen. Wij zijn opgegroeid met K3, wij zijn nog altijd fan, dus wij komen dat hier laten zien. Je herkent de liedjes wel in de muziek. Niet per se mooier, niet per se ja. Anders, het is geen piano of geen orkest, het is bijaardmuziek. Terug uit de toren zien de meisjes een volgend concert zitten, onder voorwaarden. Moest er een lift zijn? Misschien ja, wel. Ja. Dan wel. Ja, dan wel.